Degene die van ons twee als eerste wakker is, dat ben ik, want wij zetten allebei een wekker. Ja. En dan komt de echte wekker nog van het hotel. En die van mij gaat om 7:50. Die van Wout gaat... Om 7:55. Om de telefoon die gaat om 8:00, volgens mij, hè? Ja, dus we hebben eigenlijk 3 wekkers, waarvan mijn telefoon de eerste is. Dus dat ben ik, hè? Ja, maar als we geen wekkers hadden, dan zou deze jongen echt knock-out zijn nog steeds, hoor. Dat denk ik wel, ja. Daar wil ik niks meer aan toevoegen. Ja, gek slaap, man. Ik heb wel eens meegemaakt dat Joey echt 1 seconde in bed ligt en de jongen is knock-out. Gewoon echt... Je hoort gewoon ademhaling, weet je wel. Je hoort er gewoon niet meer. Ik praat wel tegen hem, maar geen geluid, niks. Degene die het meest ijdel is van ons twee, dat ben ik, denk ik. Ik heb 3 potten gel mee. Zwitserland heb ik mee. Ik heb trouwens, wat Wout niet zo leuk vindt, ik heb nieuwe tandpasta gekocht. Oh ja, ja. Waar je extra witte tanden van krijgt, maar daar wil hij niks van weten. Hij zou hem al proberen, maar na 3-4 dagen heb je het nog steeds niet gedaan, hè? Ja, dat is onvoorstelbaar. De jongen praat elke dag over zijn tandpasta. Dus dat is niet normaal. Maar ja, mooi voor hem, hè. Hij heeft ook echt witte tanden. Lach eens zo in de kamer. Kijk. Wat ik heel opmerkelijk vind aan Joey, is zijn soort autistische gedrag. Dat hij alles helemaal perfect heeft opgevouwen en naast elkaar legt. Helemaal geordend. Ja, respect daarvoor. Bij mij ligt alles overal. Maar ja, het ziet er altijd heel tip-top in orde uit. Gisteren wilden we gaan slapen en normaal babbelen we even over hoe de trainingen waren vandaag. En of we het leuk hebben gehad, of het een leuke dag was, hoe het eten was, dat soort zaken. Maar Wout, die begint opeens zijn laptop te pakken. Ik denk, wat gaat hij doen? Die zet gewoon Netflix aan en doet oordop in. En die sluit zich helemaal af, dus dat vond ik wel schandalig. Maar hopelijk gebeurt het niet weer deze week. Toch, Wout? Ja, voor de rest ben ik best gezellig, hoor. Maar dat was een incident, toch? Bij deze heb ik afgesproken van, ik zal het niet weer doen, dus het komt in orde. Nee, precies. Thuis heb je daar genoeg tijd voor, dus we laten het gaan.